Life goes on online, zelfs na de dood. Dus neem je digitale leven na de dood in eigen handen. Door zelf te kiezen hoe en waar je herinnerd wilt worden. Achter elk online spook bevindt zich een herinnering die met iemand gedeeld wordt. Hey zus, zeg, dat is de plaats waar we ooit die grote ruzie hadden, maar dat kwam altijd goed, hè. Vergeet niet, ik zie u graag. Om een herinnering te maken, spreek je jouw boodschap in. Online maakt vervolgens van jou een digitaal spook. Of je kan een herinnering ophalen vanuit Facebook of Instagram. Wanneer je vrienden in de buurt van een locatie komen, krijgen ze een melding van de app. Vrienden kunnen in real life op zoek gaan naar je herinneringen, maar ook virtueel bekijken op de app. Best friends forever! OnLive kan ingeschakeld worden op Google Maps. Zo kan je GPS de herinneringen van je vrienden afspelen als je voorbij hun locatie komt. Als je een vriend wilt taggen die niet online is, dan stuurt de app een uitnodiging. En als je overlijdt, stuurt de app een automatisch bericht naar al je vrienden dat je zo'n mooie herinnering hebt nagelaten op online. Welke herinneringen laat jij na